Hey, hallo fitsporters. Hier ben ik weer met de volgende online training. Nou, we hebben van alles al gedaan, hè? Buikspieren, rug stabiliseren, rug versterken. En nu ga ik echt met jullie vanuit zijlig werken. Wat we in de les natuurlijk ook altijd in een blok ook doen. En dan versterk je ook echt goed je benen en alles rondom het bekkengebied. Dus daar gaan we vandaag mee aan de gang. We zetten telkens blokken van 20, 25 minuten erop. Zorg dat je de warming-up die los bij ons op het YouTube-kanaal staat, dat je die van tevoren even doet. De hier, die blokjes, dat doen we misschien maar een klein warming-upje, maar niet wat je gewend bent. Dus pak er die los voor en dan ben je in totaal toch 3 kwartier bezig. Dus dat is helemaal prima. Oké, zullen we gaan beginnen? Leg je handen lekker op je knieën. Stapel de rug nou eens goed rechtop en ga niet zakken. Dus verleng de rug. Dan mag je hem een beetje in laten zakken en dan strek je de rug weer op. Doe nog een keer, laat de rug wat inzakken en strek je rug op. Ja, daar gaat hij. Nog een keer, laat de rug wat inzakken en strek je rug op. Kom maar. Laat je rug wat inzakken en verleng de rug. Laat je rug wat inzakken en verleng de rug nog 1 keer. Laat de rug wat inzakken en verleng de rug weer. Goed op je zitbotjes zitten. Voordat je begint leg je er altijd een paar kussentjes bij. Die kan je altijd gewoon dan pakken om te ondersteunen onder je bekken. Of gewoon goed onder de zitbotjes dat jij wat hoger zit. Oké, plaats je handen. Even een zijstretch. En terug hier over je hoofd. En terug. En zorg nou dat jij niet naar voren komt met je lichaam. Hè? Een denkbeeldige muur achter je. Beeld je in dat je achterhoofd, je schouders en de billen even de muur raken. En dan zit jij mooi rechtop. Lukt dat niet? Omhoog gaan zitten. En terug. Ja, over je hoofd. Terug. Kom maar. Hop. En terug. Over je hoofd. Terug, doe nog een keer. En terug. En over je hoofd. Oké, nou hij kan wel een beetje doorgepakt worden. Hè? Laat de knieën naar rechts vallen. Stapel de voeten gewoon netjes op elkaar. Ga niet te veel hangen. Stabiliseer de rug. Nou, pak je even je enkel vast. En dan buig je naar een vrij lastige kant. En terug. En over je hoofd. Ja, pak je enkel vast. Kom niet naar voren en voel hoe heel de flank wordt opengetrokken. En terug. Ja, over je hoofd. En nog een keer. Even naar de lastige kant. En terug en over je hoofd. Nog 1 keer, oké? Ja, en terug en over je hoofd. Prima, dit gaan we ook naar de andere kant doen. Ja, pak je enkels vast. Plaats de hand, gaan we eerst even naar de makkelijke kant. En terug en over je hoofd. Goed zo. Dus dat geeft veel verlenging in de wervelkolom. Het trekt aan je spieren, banden, bindweefsel. Ja, over je hoofd. En terug, nog een keer. En terug over je hoofd. En terug, kom maar. En terug over je hoofd. Laatste keer. Terug. Hop. En de laatste keer naar de lastige kant. Hop. En terug. Prima. Dan mag je je voeten voor je neerplaatsen. En dan ga je even met de knieën van rechts naar links. Dus gewoon even een klein warming-upje voordat ik echt verder ga. Met oefeningen vanuit zijlig. Heel belangrijk vanuit zijlig. En steunen op de handarm. Dat je de schouder goed stabiliseert. Dus niet inzakken in de schouder. Maar maak een mooie sterke schouder. Heb je veel nekschouderklachten? Kijk even wat lukt. En zoals ze in de les ook doen. Pas het aan. Werk op geleide van de buik. Nog een paar keer. Even je rug wat losmaken. Ja. Prima. En dan mag jij op je rechterzij komen liggen. En ook hier weer
alsof je een denkbeeldige muur achter je hebt. Hè? Trek je buikspieren aan. Trek de taille wat los van de grond, zover dat kan, om je schuine buikspieren wat actief te hebben. Achterhoofd, schouders, billen raken de muur en dan mag je je benen liften. Natuurlijk mag je ook een steunhand voor neerzetten. Laat je hoofd op je bovenarm rusten of leg hier een kussentje tussen. Los mag natuurlijk ook, maar heb je veel spanning in de nek, beter niet. En rustig terug. Nog een keer, natuurlijk maak je sterke benen. Dus point je voeten goed weg, trek je knieschijven wat op. Ja, trek met de kracht van de buikspieren de navel naar de rug. Bekkenbodem wat bijpakken. En terug. Ja, doen we nog een keer. Op, vasthouden. 3, 4 en terug. Laatste 4. Vasthouden. 3, 4 en terug. Laatste 3. Vasthouden. Kom op je benen. 3, 4 en terug. Laatste 2. En als je je tuin prikt, dan voel je ook dat je heel goed op die schuine buikspieren meeneemt. En terug. Nog eentje. Op, vasthouden. 3, 4 en even los. Oké, even de spanning eraf halen. Nou, zo ga ik 3 oefeningen doen. Voordat we gaan wisselen naar de andere kant. Op. En maak een kleine spruitstand. Onderste benen zo wat los, hè. Onderste benen, bovenste benen komen naar elkaar toe. En rustig los. Doen we nog een keer. Natuurlijk mag het ook met een hand voor. En terug. Onderste benen dan gaat wat naar boven. Bovenste benen komt naar beneden. Ga niet ergens compenseren. Dus niet gaan draaien. Blijf goed op je heup liggen. Je kan daar ook altijd een kussentje onder leggen. Kijk even wat je thuis hebt. Vaak is een lekker goed kussen van een tuinstoel. Kan je misschien ook al doen. Ja. Hop. En terug. Laatste 4. 4. En terug. Nog 3. En terug. Nog 2. En terug. Dit is de laatste. Dan voel je echt lekker in je benen hoor. En laat je benen zakken. Prima. Oké, even de spanning eraf. Onderste been buigen. Niet afvlakken in de onderrug. Oké, bovenste been gebogen er bovenop. Dus hou de holling in de onderrug. Ja, steun op bovenbenen en op knieën. Trek de onderste buikspieren aan en open. En terug. Prima, dat is 2. En terug. Kom maar, 3. Ja, dus hou hier vast, hè. 4. En terug. Doen we nog een keer. Niet gaan draaien. Hou de schouders boven elkaar en hou die heupbotjes boven elkaar. Terug. Ja, dus hier goed vastzetten. Laatste 8. Terug. Goed zo. 7. En terug. Hier. 6. Terug. 5. Nou, ik zie hier zelf dat ik onder de bananenboom lig. Nou, dan beelden we onszelf daar maar een mooi tropisch strand bij. Gaat heel goed komen. Nog 3. En terug. Nog 2. En terug. Dit is de laatste. Dan mag je de benen nog een keer doorstrekken. Goed vasthouden. Navel intrekken. Laat een klein beetje zakken. En een klein beetje heffen. Dat hoeft helemaal geen grote bewegingsuitslagen te zijn. Als jij maar goed die spanning hier vasthoudt. Ja, benen. Daar liggen spieren als kabels op. Hè? En op. Ja, goed zo. En op. Goed recht houden. En niet naar achter draaien. Blijf echt op de zij liggen. Op je heup liggen. Laatste 4. En terug. Laatste 3. En terug. Laatste 2. En terug. En dit is de laatste. Even vasthouden. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 en zak je buik even je benen. Maak even een balletje van je lichaam. Helemaal prima. Jij gaat naar de andere kant. Draai maar lekker op je andere zij.
en kom in liggen. Ja, strek je benen door. Trek even goed aan, hè. Natuurlijk altijd een steunhand mag, maar lijn echt uit. Hebben we meer? Spreid je benen en laat naar elkaar toe komen. 1. En terug. Onderste been ook wat naar boven, hè. 2. En terug. Prima. 3. En terug. Ga door. 4. En terug. Hier. 5. Terug nog een keer. 6. En terug. Een keer. 7. Terug. 8. Achterbij. Ja hoor. 8. En terug. 7. Terug. Goed zo. 6. En terug. Ga door. 5. En terug. Nu nog een keer. 4. Terug. Hier. 3. Terug. 2. Spring op je benen. Terug. Dit is de laatste. Oké, buig je benen. Helemaal goed. Niet afvlakken in de lage rug. Kleine holling houden. En niet naar voor of naar achter rollen. Oké, onderbenen los. Knieën bovenbenen op de grond. Dit mag natuurlijk. Openen. En terug. Prima, dat is 2. En terug. Ja, ga door. 3. En terug. Doe nog een keer. 4. En terug. Hier. 5. En terug. Kom maar. 6. En terug. Hier. 7. En terug. Achterbij. Daar gaat hij. Nog 8. En terug. 7. Houd spanning in je buikspieren. Goed vast. Trek met de kracht van de buikspieren de navel richting de rug. Laatste 3. Nog 3. Terug. 2. Terug. En dit is de laatste. Nou, dat voel je in je benen. In je bilspieren. Goed. En strek je benen door. Trek in, hè. Mag dit, hè. Klein beetje op. En naar het wat zakken. Hoeft niet hoog, hoor. Hoop. En naar het wat zakken. Ja, de ene heeft gewoon meer beweging in de lage rug dan de ander. Dus niet compenseren. Terug. Klein beetje op. En laat het zakken. Ja, klein beetje. Laatste 4. Nog 4. En laat het zakken. Nog 3. En laat het zakken. Nog 2. En laat het zakken. Even vasthouden. 8. 7. 6. Boven elkaar, hè. 4. 3. 2. Ja. En laat maar los. Even lekker het hele gebied, je benen, alles rondom de taille, je schuine buikspieren goed loslaten. Prima. Ja. Dan mag jij even op je rechterbil komen zitten. En maak van de voeten uit een soort van vieze staartje. Goed je schouders stabiliseren. Zet hem ietsjes verder van de schouder vandaan. Dus niet zo direct onder. Ja, goed zo. Mag je je lekker liften. Trek goed aan. Vasthouden. Goed liften. En laat een klein beetje zakken. Ja, adem uit. Kom niet naar voren. Denk telkens aan die denkbeeldige muur. Ja, op. En terug. Doe nog een keer. Op. Zo. Klein beetje. Het hoeven geen grote bewegingsuitslagen te zijn. Terug. Ja, hou de schouders gestabiliseerd. Dus dit goed sterk houden, dat is heel erg belangrijk. En terug, laatste 4. 4. En terug. Hier. Nog 3. En terug. 2. En nog eentje. Hop. En dan maar zakken. Oké, natuurlijk is het best zwaar voor je pols. Schud even los als je daar verder geen pijn aan hebt. Wat weerstand dan mag.
pijn niet. Oké, nou we gaan even voor de bewegelijkheid van de rug. Begin je in dezelfde aanvangspositie, bekken hoog. En dan mag je onderdoor twisten, adem uit. En dan kijk je even je hand na. Adem uit. En hier is inademen, laat niet te veel je bekken zakken. Probeer hem hoog te houden. Adem uit. En kijk de hand na. Doe nog een keer. Adem uit. En kijk je hand na. Hier. Ga nog twee keer. En kijk na. Laatste keer. Hop. En kijk na. Ja, prima. Laatste keer. Dit gaan we ook naar de andere kant doen. Dan mag je zo'n soort vissenstaartje van je voeten maken. Zet je hand wat verder weg van de schouder. En probeer je schouder stabiliseren. Dat is echt heel belangrijk. De belangrijkste aanwijzing. Ja, mag je bekken hoog. Iets laten zakken. Druk hem wat omhoog. Ja, en dan ietsjes laten zakken. Daar komt hij. Op. Niet de kin in je hoofd naar voren brengen. Uitlijnen. Dus tegen denkbeeldige muur werken. Op. En laat zakken. Trek je onderste buikspieren goed aan. Op. En laat zakken. Ja, doe nog een keer. Op. En laat zakken. Kom maar. Op. En laat zakken. Laatste vier. Ja, dat is de kracht van de kleine bewegingen. Om goed te leren stabiliseren. Dus we hoeven geen grote bewegingsuitslagen te zijn. Laatste twee. Hier. Op. En terug nog eentje. Op. Goed zo. En plaats terug. Oké. Nou, die twist onderdoor, die is heel lekker voor je wervelknop. Maar zeker als die wat vast voelt. Als je voelt van, oh, ik heb daar weinig beweging in. Het is wat vastgelopen na al dat zitten. En natuurlijk ook best wel wat stress de laatste tijd. Dat geldt voor iedereen. Dus doe lekker je oefeningen. Dat scheelt. Lekker met je lichaam bezig. Ja, op. Twist onderdoor en adem uit. Adem in, bekken hoog hè? En adem uit. Adem in en adem uit. Adem in, goed zo. En uit. Adem in. Ja, nog twee erbij hè. Goed je schouder stabiliseren. Niet inzakken. Maak echt een sterke schouder. Laatste. En uit. Prima. En kom terug zitten. Plaats je voeten naar voren. Even lekker een beetje los. Ik ga dan een paar plankjes maken. En dan pak je eigenlijk ja, de borst, je buikspieren, je schouderspieren, de rug. Een hele complete oefening. Goed, dan kom ik in die handsteun. En de laatste. Goede knieën ondersteunen. Hoef je er niks over uit te leggen. Ook hier stabiliseer jij weer heel erg goed je rug. Dus niet laten vallen en niet rond. Daar mooi tussenin. En trek aan de navel richting de rug. Plaats de voeten en til je knieën. Nou, wat is het? Een paar centimeter. Laat je hoofd niet zakken. Laat de nek mooi doorlopen in de lijn van de rug. 5, 6, 7, 8. En plaats terug. Kom even terug. 2, 3, 4. Ja, daar gaat hij. Plaats je tenen. Lift. Dit wil ik niet hebben. Echt een rechte rug maken. Laat je hoofd niet beneden de schouders zakken. 5, 6, 7, 8. Ja, plaats terug. 2, 3, 4. Oké, en dus? Nou, dan mag je komen liggen. Dan maak je eigenlijk een aantje van je onderarmen. Plaats de tenen en kom in een plankpositie. Niet geen knakworst en geen omgekeerde V. Dus een echte mooie plank. Stabiliseer je schouders. 5, 6, 7, 8. Ja, kom terug op de knieën. En maak even een child pose houding. Die gaan we nog twee keer doen.
En dan sluiten we de les af, hè? Oké, Aatje. Door. Geen knakworst. Jullie weten wat ik daarmee bedoel. 5, 6, 7, 8. Mag je rustig terugkomen. 2, 3, 4. Natuurlijk, we gaan nog een keer. Ja, plak. Maak een mooie plak. Stabiliseer je schouders. Trek je onderste buikspieren goed aan. 5, 6, 7, 8. Kom terug op de knieën. Vervolgens op je wielen. En terug in een kleermaker zit. Bouw je rug weer lekker op. De benen. En dat was het voor vandaag, hè, fitsporters. We zien elkaar volgende week weer. Geniet van het mooie weer buiten. En bedankt weer dat jullie er waren. Top!